Hoi allemaal! Vandaag is weer tijd voor mijn opgemaakte producten van de maand januari. Januari is voorbij gevlogen. Dat betekent dat ik nog maar 2 maanden verlof heb. 2 maanden, 1 maand, zo kan ik rekenen. Want alleen nog maar februari. Nee. Oké. Dus als je gebrabbel hoort op de achtergrond, dat is Niels. Zoals jullie inmiddels wel gewend zijn. Vandaag dus mijn opgemaakte producten. Het zijn er niet heel veel, maar er zitten wel een aantal favorieten van me bij. Dus laten we maar beginnen met het eerste product. En dit is de Sebastian Dynamic Droog Shampoo. En deze heb ik alweer een nieuwe fles van staan. En ik vind het super fijn spul. Ik heb het eigenlijk altijd in. Wat ik doe is ik was mijn haren. En dan föhn ik het droog. Daarna spray ik dit een beetje bij de aanzet. Gewoon in een paar banen. En dan föhn ik het nog een keer. Gewoon even alleen maar dit stukje, zeg maar. En dan hoef ik het dagenlang niet te wassen. Dus ik vind het super fijn spul. Het geeft ook wat structuur en volume aan mijn haar. Dus ik vind het echt fantastisch spul. Ik bestel het altijd online. Je kunt het ook wel bij bepaalde kappers kopen. Maar meestal bestel ik het online. Of ik koop het bij The Graduates. Dat is mijn kapper. Dat is eigenlijk dit product. En ik vind het echt een fantastisch product. Het maakt je haar niet super stug, maar het geeft gewoon even net dat beetje extra. En vooral dat ik het gewoon, ja, ik kan zeker 4 dagen zonder mijn haar te wassen. En als het nodig is, kan het eventueel nog wel langer. Maar 4 dagen red ik gewoon prima. Dus dat is deze. Dan een beetje een vies product nu in mijn handen, maar dit is een super fijn product. Dit is het The Rituals Sakura Spring Organic Rice Milk and Cherry Blossom Foaming Shower Oil. Je kent natuurlijk allemaal wel de flessen van zeg maar het schuimende, de foam, de schuim douchegel. Zo, kom er lekker uit. Van Rituals. Maar ze hebben dus ook doucheolies. Die ook op een gegeven moment gaan schuimen, maar natuurlijk niet zoals die poefjes, zeg maar. En dit vind ik heel fijn spul. En ik combineer dit eigenlijk heel erg luxe met zo'n foaming shower gel. En ik heb dit gekregen tijdens mijn zwangerschapsverlof. En ik heb hem, ever since gebruik ik hem elke dag. Heb ook alweer een nieuwe staan. Gewoon heel fijn spul. Dus ik doe eerst dan met de shower gel, zeg maar. Dus dat echt dat schuim wat je dan zo lekker over je heen smeert. En dan spoel ik dat af en daarna doe ik dit nog. En dat zeker in de winter geeft dat zo'n heerlijk gevoel aan je huid. Lekker zacht en het ruikt lekker. Ik zag dat het ruikt een beetje naar koekjes. Deze ruikt iets minder naar koekjes dan die shower gel. Maar deze ruikt iets meer. Het is een vrij natuurlijke geur. Tegen het zoete aan, maar meer poederig zoet of zo. Ik vind het heel fijn. Ik ga het niet op de bank leggen, want het wordt heel vies. Dan mijn geliefde face wash. Deze heb je ook al heel vaak voorbij zien komen. Of tenminste, zo vaak maak ik hem niet op, maar ik gebruik hem elke dag. Dit is de Estée Lauder Perfectly Clean Multi Action Foam Cleanser en Purifying Mask. Je kunt het dus op 2 manieren gebruiken. Ik gebruik het eigenlijk altijd als face wash. In combinatie met mijn Clarisonic Mia. En, of Mia 2 geloof ik. Oh, ik heb Giel zijn neus. Ah, ik heb hem mits geknuffeld. Dit vind ik echt een hele fijne face wash. Ik heb een droge huid. Hij droogt ook iets uit. Je hebt tegenwoordig ook een variant voor de droge huid. Maar die heb ik eerlijk gezegd nog niet geprobeerd. En ik heb nu alweer een nieuwe hier ook van. Omdat ik deze gewoon heel fijn vind. En het risico niet durf te nemen dat ik die andere misschien niet fijn vind. Want het is geen goedkoop spul. Maar je hebt heel vaak aanbiedingen bijvoorbeeld bij Issy Paris met kortingen op skincare. Dus dit is voor de normale en gecombineerde huid. Ik heb eigenlijk een droge huid, maar vind dit heel fijn. Werkt ook heel goed tegen onzuiverheden en ik word hier heel blij van. Dan het André Long Keratine Repair iedere dag 1 minuut masker. En ik heb nu eentje voor blond haar toevallig. Die is geloof ik nieuw. Geen idee, ik vind het gewoon heel praktische maskers. Ze werken heel snel en fijn. En ik gebruik eigenlijk al een hele tijd geen conditioner meer. Ik gebruik eigenlijk elke keer als ik mijn haar was een masker. Ook omdat ik mijn haar dus maar 2 keer in de week was. En als ik het dan was, wil ik het gewoon even lekker goed verzorgen. En deze gebruik ik als ik mijn haar gewoon, zeg maar zoals vandaag, heb ik zo'n masker gebruikt vanmorgen. Mijn haar zit ook de eerste dag het beste of op de tweede dag. Nu zit het vandaag niet zo heel erg goed, maar ik heb er ook niet zo heel veel aan gedaan vanmorgen, moet ik eerlijk toegeven.
Zoals vandaag heb ik dan die andere London Blond masker gebruikt. En soms gebruik ik dan een masker wat je wat langer moet laten intrekken. Of ik gebruik, en die zijn toevallig nu niet opgemaakt, maar die ampullen, die gebruik ik dus ook regelmatig. Dus ik doe eigenlijk altijd zoiets. En deze vind ik wel fijn. Ik kan niet zeggen dat de keratine in mijn haar echt repareert voor mijn gevoel. Of tenminste dat het keratine toevoegt. Maar het is wel een fijn product. Dus deze. Dan nog meer in de categorie haar. Dit proefmonstertje, dit is Garnier Loving Blends Honing Goud. Royal Jelly, honing en bijenbalsem extract. Ik had hier heel veel van verwacht. Om een of andere reden. Ik heb hier laatst ook wel iets volgens mij van deze dagen geprobeerd. Maar ik word er gewoon niet heel warm van. Ik weet niet wat het is. Ik vind sowieso de verpakking echt niet mooi. Maar goed, nou, niet deze dan, maar zeg maar het plaatje dat erop staat. Het is heel erg ouderwets of zo. Maar ik vind vooral, je verwacht gewoon heel veel voeding of zo. Met al bijenwas en jelly en ik weet niet. Maar ik word er gewoon, nee, ik word er niet heel warm van. Het is prima spul, alleen ik verwacht er gewoon meer van. Dus dat. Maar goed, dit is gewoon een proefmonstertje en dat is altijd fijn. Dan mijn tandpasta, de Sensodyne Gentle Whitening. En van Sven nog een douchegel. En hij is helemaal overgestapt op die sensitive line trouwens. En dat is het. Ik snap het niet, want ik doe echt niks anders dan normaal. En ik heb echt zoveel minder producten opgemaakt dan normaal. Dus ik weet niet zo goed waar het aan ligt. Want ik dacht eerst van, nou, misschien dat ik doe ik dan minder of zo in mijn routine. Maar dat is helemaal niet. Ik moet wel alles sneller doen met een babytje. Maar verder, nee, ik doe nog steeds eigenlijk alles. Dus ik weet niet. Ik heb gewoon iets voor opgemaakt deze maand. Maar dat maakt niet uit. De producten die ik opgemaakt zijn veelal favorieten van mij. Dus dat is in ieder geval altijd leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt opgemaakt deze maand. Of daar ook favorieten bij zaten. Nou, een heel hartstikke stilgebleven. Ik moet even spieken, maar volgens mij slaapt hij nu. En ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. En ik hoop dat het niet erg was dat het een beetje kort was. Super bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! In zo'n zakje doen, een soort vuilniszakje. Het knoop je dicht, maar dan ruikt het dus ook niet naar luier. Dus dat je je niet bezwaard hoeft te voelen als je bij mensen...